Hoi mensen, hier ben ik weer. Niet zo heel lang geleden. En ik dacht ik ga een keer zittend een video opnemen, want ik ben niet in de mood om te gaan staan vandaag. Voordat ik begin, ik ben geslaagd. Ik had in de vorige video verteld dat ik zenuwachtig was of ik gebeld zou worden. Nou ja, tot ik gebeld ging worden. Of te horen of ik geslaagd ben. Ik ben geslaagd. Yay! Dus ja, ik ben nu een bloemist. En wat we ermee gaan doen, weet ik nog niet. Weggeslaagd en diploma uitreiking is volgende week. Dat is super spannend. En ja. Feest. Ik ben hier nu ook op de weer een nieuwe Funko te laten zien die ik heb besteld. En hij is super awesome. En ik weet dat ik heel veel andere Funko's nog moet laten zien. Maar ik dacht ik maak deze video alleen voor die Funko. Want het is wel een speciale Funko vind ik. Ik vind hem echt oh, super vet. En ja. Laat ik maar gelijk beginnen. Oh, mijn koptelefoon staat nog aan. Dat is beter. Wacht, ik hou hem wel even om. Nou, het is er weer een van Harry Potter. Ik ben wel Harry Potter fan en er komen steeds rustig aan meer steeds Funko's bij. Is dat wel een goede Nederlandse zin? Oh wel. En ik heb hem besteld via bol.com, want ik had zeg maar nog een cadeaubon daarvan. Dus ik dacht, nou, past perfect. En ik wou deze hebben en ik laat hem daar gewoon. Look at it. Look at it. It's pretty. It's so fucking pretty. I really like it. Oh, mijn bed kraakt zelfs als ik er tegenaan zit. Pretty. Nou ja, deze is er maar eentje. Er zit verder niks bij deze set, zo te zien. En ja. Ik vind deze scène ook echt heel erg leuk. Dit is van Harry Potter deel 1. En dan gaan ze schaken. En dan zit Ron op een ja, schaakstuk dat een paard is. Ik kan niet schaken. Dus ik heb geen idee of het überhaupt een paard moet zijn. Ik denk het wel. Er is een paard, koning, koningin en pionnetjes. Oh, no clue. Maar ja, ik ga hem er gewoon uithalen. Ik zag al dat ik het pakketje opmaakte dat hij vast zat met een plakbandje. Dus ik maak hem gewoon aan de onderkant open. Want daar zit ook een plakbandje. Ik moet toegeven, deze keer heeft het eindelijk een beetje een goede box. Kwaliteit van bol.com, want ik heb wel eens gehad en toen denk ik van, yeah, that's not good. Maar dat maakt voor mij eigenlijk helemaal niet zo heel veel uit. Want ik ben voor zo'n 80% een out-of-the-box collector. Behalve met Chases en dan van die ja, verschillende Comic-Con exclusives, die haal ik er dan niet uit. Nou ja, wel één keer, maar de laatste keer zit lekker in zitten. Om het natuurlijk te kunnen laten zien en ik moet het gewoon aanraken. En het is gelukkig weer wat minder warm weer. Het was echt belachelijk warm de laatste paar dagen weer. Jezus. Het is hier groot. Hij ruikt nieuw. Oh, hij is echt super pretty. Damn. Look at this. Ik moet heel eerlijk zijn. Dit is dus hol. En ik had hem veel groot. Nou, niet groter. Veel zwaar. Hij is echt super licht. Moet wel toegeven dat hij niet helemaal lekker geplakt is met lijm. En zo dat dat niet helemaal netjes is gedaan. Maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, come on. Van de afstand is hij geweldig. Niemand gaat van dichtbij kijken. Kijk nou, is echt zo mooi. Rondje, rondje draaien. Oh my god. Je hoort ook dat het gewoon hol is. Dat is zo raar. Ik ben niet gewend van Funko dat iets hol is. Nou, behalve dan Winston's hoofd van Overwatch, die is ook hol. Die denkt van tok, tok, tok. No brain. No brain. En verder is hij echt super leuk. Nou, dit is eigenlijk mijn allereerste Harry Potter Funko dat het een mens is. Want ik heb dus al ja, twee van de Fantastic Beast, zeg maar. En ik heb Hedwig. En verder eigenlijk geen mensen. Ja, dan die Mystery Mini van Ron. Maar niet echt een Funko. En nu ik deze heb, ben ik echt verliefd. Ze zijn echt leuk. Ik wil ook nog heel graag eigenlijk al die grootte van deze. Zoals die tot ze in de trein zitten. Of die ene tot Harry met zijn karretje door de muur wil lopen. Ik hoop eigenlijk heel stiekem dat ze ook iets met die auto gaan doen. Als
Weet je wel, die vliegende auto. Wie! Superleuk. Ja, dit is hem. En ik ben blij. He's so pretty. Ja, en verder heb ik eigenlijk geen nieuwe Funko's meer besteld. Ja, ik moet echt nog steeds een video maken van heel veel Funko's dat ik nog geen video van heb gemaakt. Maar ik heb nu al de tijd. Ik ben geslaagd. Ik hoef alleen nog maar volgende week mijn diploma op te halen. En dat is het. Nou ja, oké. Ik moet wel toegeven, ik heb iets meer te doen de laatste tijd. Ik heb namelijk, ben begonnen met autorijlessen. Yay! Dat is wel super tof. Ik heb al dus 1 les gehad. Nou ja, les, proefles. En dat was super leuk. En ja, ik heb gesolliciteerd naar een nieuwe baan. En ik heb vrijdag een sollicitatiegesprek, dus dat is ook super spannend. En ja, verder niet zoveel meer. Nou, bedankt weer voor het kijken. En ja, tot de volgende keer weer. Ik hoop dat die video dan wat langer duurt dan 6 minuten. Bye.